Studeren in een nieuwe stad kan soms best spannend zijn, maar wij zijn hier vandaag voor jou met de 5 zomerse hotspots van Amsterdam. Mocht je nou in de buurt zijn van West, ga dan vooral even naar het Westerpark. Hier kan je verschillende dingetjes doen als een terrasje pakken, een ijsje eten, naar de bioscoop. Maar je kan ook naar de Tonton Club. En hier kun je verschillende spelletjes spelen buiten op het terras. Of heb je meer zin in een strandvibe? Ga dan vooral even naar de NDSM-werf. Hier heb je plekjes zoals Noorderlicht of Plek. En hier kun je heerlijk aan het water zitten. Maar mocht je nou zin in hebben om te zwemmen, kun je bij Amstelveld een heerlijke frisse duik nemen. Ja, je moet hem nog een keer gooien. Daar ga ik hem nu van. Yeah! Oké, ja. En mocht je nou een tussenuur hebben op school, dicht bij school zit de Albert Cuypmarkt en dan kun je een heerlijke lunch scoren. Dat is echt... Het leven van een student kan af en toe best wel duur zijn. Dus mocht je nou even krap bij kas zitten, je kan je altijd even je eigen biertje opentrekken in het Vondelpark. Maar let wel op de 1,5 meter afstand. Cheers! Dit waren onze top 5 zomerhotspots van Amsterdam. Succes met je studie, zet hem op en geniet van de stad Amsterdam. Oh, en vond je onze video nou leuk? Hou dan even de socials van de Hogeschool van Amsterdam in de gaten voor meer.